En hier de redding van Hamel. En dan kunnen ze eruit komen bij Beerschot Willerij. Daar komen ze goed weg. Camargo komt zo trappen van deze kant. Samenspel met Rangel. Voorzet. En die gaat erin. Het leek mij een on-goal. Zou dus Joren Dom kunnen zijn. Ja, geen uitgesproken vreugde bij de spitsen van Roeselaren. En dus lijkt het mij een on-goal. Eerste vrije trap in de gaten houden. Schiet er helemaal door. En dan bijna binnengegleden, gekopt door Stijn de Smet. Richting de Smet. Kan hem achteruit leggen. Rijssel. Goede parade van Hamel. Roeselare steekt zijn neusjes aan het venster. Goed gedaan van Stijn de Smet. Camargo. Vrij laag. Goed gekopt. Oh, prima. Safe van Hamel. Zit de bal erin? Nee, ja! Wat een standje daar voor het doel van Beerschot Wilrijk. Dat het deksel op de neus krijgt. 2-0 voor Roeselare. Hier een eerste poging, nog gestuurd. En dan krijgt de Dom hem net niet weg. En dan Grisé die hem als laatste raakt. Missou die trapt. En Dom! En de rebound valt niet goed voor de voet daar van Nubisi. Slim gedaan, voorzet. Biebouw durfde niet te pakken. Hoffer met de rug naar de goal. Gaat liggen, niks aan de hand. Hoffer nog. Nubisi, de bal gaat binnen. Wijkt nog af daar. En de aansluitingstreffer voor een hardwerkende jonge Cameroener.